Het spoor te werk gesteld. Ik werk spoort op de tijd, maar met roken. Maar ik bedoel, hij was door die Duitsers geïnfecteerd. En dan moest hij in Hamburg op het spoor gaan werken. En dan moest hij van de zwerfkanten. Het zal zelden wel zijn, hopelijk is er wel. Is het zelf in ieder geval heel sterk. Ja, want dan krijg je een andere smaak. Maar dan niet alleen. Dan ga ik alles door elkaar. Mag ik even kijken wat voor merk het is? Want dat mag niet. Dan wordt het een Sol 1994. Franse wijn? Ja, Franse wijn. En deze? Die is van 95. Nee, die doet niet een boycott. Hij is al over tijd. Mag je ook met je handen eten? Hij is al over tijd. Wie zegt nou dat die wijn bij Albert Heijn vandaan komt? Kom ik nooit. Nee, ik moet niet. Daar ben ik niet op hoor, van Albert Heijn. Dat is dus de eenzaamheid. Meneer A.H. Meneer A.H. En vrienden? Aha. Vrienden, nou, wat zijn vrienden? En het spreekwoord van, het is beter een goede buur dan een verre vriend. Ja, ik heb problemen hier. Wat heb je? We lopen los, we lopen gevaar rond. Zijn we al begonnen? Ja, lang. Meneer binnen. Oh, wacht even. Maak even een minuutje stilte. Ja, dat moet je zeggen. Nou ja, wel eerder moeten doen. Oké, 2 seconden. Ben je klaar? 2 seconden. Dat zit er al door. Oh, het gebed te doen, ja. Had je voor het voorgerecht al moeten doen. Lekker. Ja, het is heel gevoelig. Niks van het lukken. De luistering aan begonnen. Een lege winkel, leuk. Dichter. Nee, maar... Ik heb echt honger. Oh ja, ik sta met een rammelende maag op en ik ga met een rammelende maag naar bed. Maar... Echt waar? Meen je dat nou? Dat is een grap. Ik krijg zelfs nachtmerries over eten. Ik zie allemaal eten en mijn droom. Ik zie me echt zitten schrammen zoals ik eet. Die chauffeur, ja. Die vroeg ook wel of wij vandaag gegeten hadden. Ze niet wacht tot vanavond. Eten. Die hebt u daar ook. Het is verboden om met uw hand te tekenen. Die hebt u daar ook. Is dat zo? Mooie momenten in de flat. Moeilijke mensen. Mooie momenten. Ja, dankzij de mensen. Dus, dat ze gezond zijn. Want wij hebben... Dus dat vrouwtje van... even kijken. 70 is zo. Ze geeft elk jaar. Nog iemand. En eten die dat dan? Half jaar. Nou, een rond officieel. Vooral net als sport. Nou, dat lijkt me niks. Gewoon, doe ik het wel op z'n Hollands? Goed gaar. Goed gaar. Zeker weten. Nee, ik heb... Je hebt op VELDPOST kunnen zien dat je met even hoeft te koken en dan kan de pan dicht staan. Hè? Dan wordt het gaar. Dat is paardgas. Ja, spruitjes moet allemaal worden, anders zijn ze niet lekker. Daarom eten we Engels, dat is paardgas. Doen wij dan ook Engels praten dan? Nee, dat hoeft niet. Nee, we praten gewoon Brabant. Wij zijn maar als je een Engels gemaakt, dan zitten praten daar zeker ook nog Engels ook nog. Ja. Zo waren wij eerst, ik weet niet waar wij geweest, maar ooit Zwitserland. En we zijn een dag in geweest, zo, dat ik nog vlakbij verteld was. Echt van het geld waar je verdient met muziek maakt. Want iemand die een vast wonen verblijfplaats heeft, die heeft ook geen uitkering, hè? Ja, nou, dat is wel een vuilnisgloot en toen hebben ze die hele tent, alle stroomleidingen in de straat doorgeknipt. Dus nou zitten we allemaal zonder stroom. Ik kan dat niet doen. Ik kan dat niet meer. Het is heel fijn dat het zo zou stellen. Het is dom. Je kunt gewoon praten. Je mag niet meer vloeken. Ik wou vragen of u vindt dat uw woorden het juiste effect hebben gehad, dat arme troop hoogsteden. Die hebben het juiste effect gehad, ja zeker. Oh ja. Dat is veel belangstelling gekomen voor dat onderwerp dat daar aan de grondslag ligt. Hè? Dat er in Nederland veel mensen zijn die niet delen in de welvaart, in het goed hè, of voldoende hebben. Oh ja, ja bedankt, dat wou ik even vragen. Ja, goedenavond. Oké, dag. Ben ik nou met de kruiden bezig ben. Zo. Kijk, in ieder geval. Slieden, maar ik weer anders. Ja. Hoe bent u hier naartoe? Ja, waar komt dit vandaan? Hier mag je ook moet pakken. Moet je gaat eten bij. Ja, je ziet dat ik ze eten. Ja, maar je mag van hem toch een blok zijn als ik het gaan eten. Dat zijn aardappelkoekjes. Even geduld alsjeblieft. Alweer een keer? Bob Smit? Ja? Ik heb een telefoon voor je. Ja, met Rob Smit. Martijn. Ja, Martijn, zeg het eens. Ik ben benieuwd. Heeft u wel eens mooie foto's gevonden? Dat kun je wel stellen, ja. Oh ja? Ja. Vertel eens. Ja, moet je goed luisteren. Dat legt me net aan wat jij horen wilt. Nou, ik ben wel benieuwd of je... ja, nou ja. Je zoekt natuurlijk in alle vuilnisbakken. En waarschijnlijk doen de mensen de foto's weg die daar tegenover wonen. Ja, moet je goed luisteren. Kijk, als op een gegeven moment een huwelijk uit elkaar gaat... dan gaan de trouwboeken, gaan de containers in. En dan staan dus alle trouwfoto's staan erin. En noem maar op. Dus ja, die kom je dus ook tegen. Maar ik neem aan dat ik denk dat jij iets anders in je hoofd hebt. Nee, ik vind dit al heel mooi. Maar inderdaad, kijk, als een huwelijk aan elkaar ligt, en, ja, dan gaan de fotoboeken gaan de container in. Alleen dat zijn mijn zaken niet, dus die laat ik liggen. Ja. Maar het is misschien nog wel mooi om die foto's zelf te bewaren. Waarom? Dat weet ik niet, creativiteit. Mijn kassa aanmaken. Ja, creativiteit. Dat doe ik ook zelf wel. Ja, maar ja, je hebt al op een gegeven moment heb je toch een lijstje van baten en lasten. Je hebt zoveel uitgegeven en er is zoveel ingekomen. Ja. Mijn werk dus. Die tegenstrever is dus sociale dienst. Ja, dat snap je wel. Dan mag je nergens komen. En zeker in bepaalde foto's waar ik zeg van nou dat lijkt me wel, want dan neemt ze dan ten alle tijden nog een keer mee natuurlijk. Maar voor de rest... Dat is een aantal nieuw. Als je ziet wat er weggegooid wordt, dat is niet te filmen, echt niet. Als je dan ziet wat eruit komt, aan speelgoed, kleding. En vooral tegen de tijd dat er vakantiegeld binnenkomt, nou dan wordt er toch een hoop weggegooid. Dat is niet te filmen, echt niet. Nou, ik hoop dat je vanavond nog een lekker biertje kunt drinken. Was ik al mee bezig? Daar ben je al mee bezig? Ja, ik denk het wel. Gelukkig. Ik zit aan de Chianti. Och jee. Nee hè. Och jee, nee hè. Moet je. Zeker met die feestdagen. Ja. Dat is echt vleugel. 21 november is al, 13 november was het daar. Nou, 21 november heb je kerst, dus Sinterklaas, wel een avond, mijn verjaardag. Echt leuk. Dat was de onderkant. En dit is nou nog echt zeer. Ja, omdat het vers is moet... Ja, maar nou niet meer, het is... Dus als er nu iemand familie overlijdt, is het bijna minder. Dan komt het niet. Nee, dan gaat het niet meer zo hard als de eerste. Je hebt ermee meer op. Of van het sociale dienst van zeggen, ja, natuurlijk. Dat is het recht daarop. Dat zijn ook mensen. En ze sturen op de benen. Ja. Want als die mensen niet bestaan, dan gaat het goed bekeken. Kijk maar net als je dat doet. Maar die jongen. Dat is dan prima vlees. Ga je daar geld tegen? Nee, dat is zelf wel. Hallo? Een telefoontje. Hallo? Kom door, kijk. Hoeveel? 1 of 2? Hallo? 1 of 2? Ik denk zo. 1 of 2, ja. En telefoon. Ergens een ding? Ik denk zo. Gewoon niks. Daarbij, of... Misschien wel afhangen. Bang om in de uitzending te komen. Ja. Ze hebben alles door. Dat is zelf aansnappen. Hartstikke stil hier. Mira, er valt weinig te beleven. Oei, bijna die lidloop en die verzand. Ja, ga hem gieren. Ga gieren hoor, ik vind het niet leuk. Jeetje. Nee, maar je vriend wel. Ja, dat is wel mooi. Hoezo? Ja, is creëren. Die mensen hebben hier voor eten. Ja, waarom zou ik geen trots hebben? Dat heb je. Heb ik dat niet? Nee, wij vinden allemaal een beetje... Ik vind het een beetje spannend wat jij daar doet. Dat mensen het veel behoeden hebben. Ja, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling om zulke reacties te krijgen. Dus, nee, maar je gaat wel voor die televisie zitten, dus je weet wel dat je dan spullen gaat krijgen. Nee, dat wist ik van tevoren niet. Maar dan ga je toch je ziet toch tv-programma's, dan zie je dat toch? Nou, ik moet u zeggen, ik had het daarvoor nooit gezien. Dus dat was eigenlijk ook de allereerste keer. Ja, maar je hebt toch trots? Ja, maar dat heeft toch niks met trots te maken? Kun je nou weer daar zitten? Ja? Ja? Ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon... Nou, dat begrijp ik even niet hoor. Dus dat is een beetje te ver gezocht vind ik op zichzelf. Want... maar dat vind ik niet. Nee, dat mag u ook best vinden. Ik bedoel... We gaan proberen om in de buurt... de buurt te heten, op de restaurant, op de taal. Dat is toch wat kunnen doen. Ja, nou dat zulke reacties oproept, dat kan ik, dat ligt niet in mijn macht om dat te bepalen. Hoeveel mensen daar al dan niet reageren. Ik bedoel. Ja, hey vriend. Ja, maar nee. Maar hij neemt er wel mee. Hij doet het zo op zijn. Ja, maar hij neemt die ook voor rustig gewoon. Ja. Hi Carrie love. Dat moest ik zeggen. Ik heb het gezegd. Wat is er gebeurd? Nou ja, leeggehaald. Wanneer? De Fiat. Door de Fiat? Ja, fiscale belasting, fiscale dienst. Douane. Wanneer zijn ze geweest? Vandaag donderdag. Dinsdag om 10 uur stonden ze aan de deur. En wat kwamen ze doen? Een heleboel in beslag genomen. Een vraag van de VPRO heb ik dus binnengekregen. En ja, daar kan ik voor de veldrest niks aan doen. Maar als je honger hebt, zou ik zeggen, kom even langs. Ja. Ik heb hier nog wat op mijn bord staan, dan kan je misschien mee eten. Ja, dus je bent wel een beetje solidair met de anderen? Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen van mensen die dus op een gegeven moment honger hebben, kom even hier langs. Maar ik denk dat ze dan ook al gauw uitverkocht zijn hier, hè? Hè? Oh. Ik denk dat ze dan ook al gauw uitverkocht zijn hier. Oh ja. Wat voor auto heb je? Hè? Wat voor auto heb je? Ik voor auto hebben? Ik heb een Ford Transit. Ik heb een grote Ford Transit. Sterk genoeg, weet je. Ja, kansen het. En dat weet ik zeker. Ja, en dat weet jij. Dat weet jij zeker. Dat is 100%. Maar je moet er zelf 100% achter staan. Maar je hebt je netwerk, jongen. We beginnen aan je netwerk hier. Dat kan weer. Steun moeten hebben, anders niet. Nou, daar komt ja, sorry, ik had mijn mond even vol. Hey Rob, ik ben even in gesprek als het moment kan. Gezien de reacties die we dus gezien hebben bij VELDPOST, vele reacties, zeg ik bij deze, VELDPOST moet door. Want gaat dit te lang duren, dan heb je dus de kans dat het dus gaat verwateren. Maar zoals de reacties nu zijn, zeg ik gewoon, VELDPOST moet doorgaan. En nou zijn eindelijk eens een keer de arme kant is aan de beurt en ze worden nou eens een keer in het beeld gezet. We moeten doorgaan met deze situatie. Maar ik zeg alleen, en heel goed, 1997. zakje nemen even thuis. Voor je kat. Ja, maar niet weggooien. Voor je kat? Ja, een ander heeft niet te eten en jij gooit weg. Hey, kindjes in werk voor wat. Oké. Hierom. We zien. Dit gooi je weg, een ander heeft niet te eten en jij gooit het weg. Mira. Ja, nou, dat maakt dat hij zo niet erop van, joh. Aan de andere kant denk ik van, ja, shit, weet je wel. Ze hebben niet eigenlijk laten zien wat ik wou laten zien. Je bent mijn moeder niet, je bent mijn moeder niet. Ik heb al dingen gezegd waarvan ik dacht, die zijn belangrijk, hè. Weet je wel, en daar hebben ze weinig van laten horen. Ze hebben eigenlijk de dingetjes ertussenuit gepikt, die belangrijk waren om op dat moment dat programma te maken. Maar de echte dingen waar het om ging en de dingen die ik te vertellen had, die zijn niet echt naar buiten gekomen, denk ik. Nee, nee, nee. Maar de qua consequenties, ik bedoel, heb je nou niet een hoop gezeik nou met die zo's allemaal aan je broek aan? Nou, daar word ik helemaal niet goed van, want ja, ik heb nou sinds een week of twee heb ik eindelijk mijn uitkering weer rond. Ja. Maar ik heb wel al die maanden zonder gezeten en dan krijg ik daar weer een hoop gezeik over. Weet je wel, waarom hebben we al die maanden niks van je gehoord? Waarom ben je al die maanden niet langsgekomen en zo? Mm. Weet je, zeg, moet je luisteren, ik moet ook leven. Ik ben met andere dingen bezig. Hoe hou je je kop naar boven water nou? Gaat het nog wel nu? Nou, op het ogenblik woon ik met een maat van me samen en dat doen we het zo. Hij hebt dan het geld voor de maand en ik heb per week mijn geld. Dan leven we per week van mijn geld en één keer per maand maken, want er is een grote uitbarsten van. En maar we weten ongeveer hoe het hier is en met ons soort mensen. Wat voor soort mensen zijn jullie? Ja, wat voor soort mensen zijn wij? Minimumleiers, plat gezegd. We moeten het met het minste van het minste doen en ja. En als we daarvan rondkomen, dan vind ik dat toch wel. Ja, de rest moet je laten vallen. Ja, daar ben ik dus ook mee bezig. Maar dan ik zeg, als je dat meesleept, dan haal je het eindje. Ik heb een grote bril voor je. Hallo. Hallo Ilona. Hoi. Ja, het is wel lekker. Ja? Het gebeurt niet vaak dat er voor me gekookt wordt, jongen. Ja, dat bent u ook. Ja, ik kom helaas niet op, want ik kan niet bij de straat. Nee, maar u komt morgen toch wel, of niet? Nee. Nee, ook niet? Oh, wat jammer nou. Ik heb het er al op verheugd om u te zien dan. Ja, nou, misschien komen we elkaar nog een keer tegen. Nou, misschien wel, ja. Daar ligt niet uit elkaar. Nee, dat is ook. Ik heb al mijn woordkant gedeeld, 4 anderen gezeten. Ik had zoveel gekregen. Ja. Nou, ik denk, dat kan ik allemaal niet op. En dus heb ik met 2 buitenlandse gezinnen en 2 Hollandse gezinnen samen meegedeeld. Oh, dat is heel lief. En dat doen wij thuis ook meestal, want wij nodigen dan ook de buren uit om te komen eten en al. Dus. Ja. Of ja, we delen ook best veel. Dus als ik iets heb en hun hebben iets nodig, dan komen ze ook langs en andersom ook. Dus dat is wel fijn dan, ja. Ja, zo gaat dat hier precies zo. Ja. Want ze noemen allemaal oma. Ja, dat is ook lief ergens, toch? Ja, en ik vind het prachtig al die reacties. Ja? Ja. Ja, als je van de bandenboek bent... Hé, maatje! Hoi! Hé, gelukkig kerstfeest en eet smakelijk met je vader en moeder, hè? Ja. Ja. Hé, Marcel, geef me je vader maar weer even, want ik denk dat ik er maar een eind aan brei. Ja. Nee. Hier komt papier. Ja. Hoi, hallo, hé, Pikke. Hé, moet je luisteren, mijn vreten staat hier een beetje te vergalmissen, dus... Oh nee, ga je het lekker door en als het koud is het niet zo lekker, hè? Nee, nee. Hé, maar ik vind het helemaal te gek wat je gedaan hebt, evengoed. Want je hebt een hoop mensen ook weer wakker gemaakt. Oké, hé, klasse. En dit is veel geluk en mag het in de 97 alleen maar beter gaan, weet je. Ja, nou, dat zien we vanzelf wel. Hé, geluk, hè. Oké, geluk. Als je het best doen om wat beter te dienen. Als dat kan je alles wel doorgeven. Als je nou even morgen samen met ons was nu uitgenodigd om te gaan eten, maar zo. Ja, dus dat is wel jammer. Ja. Nou, zie je wel, dan weer goede mensen. Ja, zij wel. Hallo, ik wil een toast uitgeven aan alle kijkers van VELDPOST. Soos! Sociale dienst, proost! Nee, kijk, dat is het helemaal niet, zal ik je vertellen. Ah, wat is dat dan? Ik zal je de uitleg geven, dat is zijn kreet voor zijn maten. Oh, ik dacht sociale dienst, proost! Die hebben het niet betaald. Ik ben al lid van je, je bent me zo kwijt. Hier heb ik de boel een beetje opgeruimd. Hier woont u? Ja, maar voorlopig is alles een puinhoop. Dit heb ik elke 5, 6 maanden. En je ziet de vochtduinen. Kijk maar. En de sigaretje? Zie je me rechtstreeks op de televisie? Hallo? Marjolein? Zie je me op de televisie? We hadden we al gezegd. Zie je die pak sigaret in mijn hand? Nou, dat heb ik gekregen van de mensen en het is voor iedereen bestemd. Kijk, ik geef een dame eentje naast mij. Ja. Nog vragen? Ik zeg nog een prettige feestdag. Maar ik rook ook thuis. Ik? Af en toe, af en toe. Af en toe. Af en toe. Ik ben geen echte probleem. Ik ben lang blij dat ik hier lekker mee kan functioneren, moet ik zeggen. Het is hartstikke gezellig, moet ik ook zeggen. Ik ook, hè. En ook een man en pap. Ja, daarom zeg ik al. Oké, daar. Het heeft positieve uitwerking, het heeft negatieve uitwerking. Ja. Ik wou eigenlijk een oproep doen aan alle bakkers in Nederland. Breng brood naar bisschop Muskers. Dan kunnen alle mensen die het geen eten meer hebben, kunnen daar gaan halen. Ik vind dat geen goed idee. Bakkers brengen brood naar Muskers toe. Hoeven de mensen het niet weg te halen. Hoeven ze het niet te stelen. Want je zijn rechtstreeks in beeld natuurlijk. Ja, als je denkt... Rookt die ook thuis? Ik zeg nee, ik ben blij dat ik hier lekker gezellig kan. Ja? Zonder? Zonder. Kunnen ze dat elkaar krijgen? Ja, zo is dat maar net. Dat kan dus ook niet. Ja, maar het heeft ook positief en ook negatief, want dat zie je met hem ook. Hij laat zien dus dat hij drank verkoopt, echt een lol. Als je niet zwart bijkleurt, dan heb je niet eten. Want dan hebben ze weer andere beslommeringen, van ja, van dit of dat. Maar ze plukken je wel aan, je houdt niks over, je hebt nog geen korrel suiker op je brood. En dan zeggen ze nog een ooit in de mokkeltjes maken. Ik heb een paar weken geleden onderzoek gehouden. 18.000 mensen in Tilburg zegt dat ze arm zijn. Van 4000 mensen kan men bewijzen dat, zelfs met de beste wil van de wereld en met de beste hulp van deskundigen, hoe met geld om te gaan, die mensen niet kunnen rondkomen, niet kunnen leven. Het is zelfs een katholieke moraal. Wat zei je tegen ze? Denk je dat je aids hebt of zo? Of denk je dat je aids hebt? Moet je dat even weten? Ja. Alsjeblieft, want u bent een beetje de enige van de katholieke kerk die een beetje hard oproopt te roepen. En ik... Ik ben geen praktiserend katholiek meer, maar wilt u alsjeblieft doorgaan, want ik zie het heel somber in. Ik ben heel bang voor de toekomst. Ja, dat wil ik ook allemaal voor waarschuwen, dat als het zo doorgaat, dat de verschillen tussen de ene groepering en de andere in Nederland alleen nog maar groter worden. En die worden alleen nog maar groter. En dat leidt tot desastreuze gevolgen. Ik weet het, u weet het inmiddels ook, en ik wil u eigenlijk heel erg bedanken voor wat u begint. Dan wilt u ook alsjeblieft aan alle alleenstaanden denken die destijds keurig zijn doorverhuisd naar dure woning. Ja. Nu door de regels van meneer Tommel worden gedwongen. Maar ik heb mezelf maar gezien. Heel fantastisch, ja, ja. Maar ja, zo'n stelletje hygiëne is een rijden. Ja. Ik heb nooit geen last van. Hey Els, ik heb nooit gelast met de sociale dienst gehad. Je denkt dat je fouten maakt op televisie. Oh, daar heb ik me hier niet gelet. Nee, daar zijn ik fouten gemaakt, maar ik heb er gewoon niet op gelet. Maar dat is toch raar gezet hoor, als je dan terug ziet op televisie, want dat komt er heel anders over. Ah, wij oefenen bij de cursus. Met de LQ oefenen wij ook camerawerk. En daar kom je toch beter op los, hè, als je met die LQ-cursus. Ja. Ja, als ik, want ze hebben toen bij mij is het al 1,5 uur gefilmd. Maar die zijn allemaal broers en zusters. In Frankrijk, in België, in Duitsland. Het is helemaal leuk, je krijgt alles gewoon terugwerken op de straat. Ja, precies, misschien. Ik heb geen uitschuifwagen. Hé Els, jij hebt vooral weer voeding tot oud en nieuw. Tot je volgende uitkering. Tot de volgende uitkering. Zorg dat je vol raakt. Ja, ja. Tot de nieuwe uitkering. Tot de nieuwe uitkering. Ja, het scheelt weer een druifskat. Eet romantisch. Vreten krijgen. Nou, misschien dat we nu de 30ste krijgen in plaats van 4 januari. Misschien de 30ste, misschien. Mijn vriendin was voor onderzoek weer geweest en ze zei van, en die vroeg van, hebben we geld voor de kerst? Nee, geen geld. Maar ze hebben wel geld gestort. We konden wel geld halen. Nou, wij kregen ze 23 tot de 23 snel ons uitkering. 22 tot 23. Maar nu moeten we van 4 tot de 4e doen, alsjeblieft. En tot de weg gaan we de weg. Ja, hallo? Nee, je moet echt lang met de rekje. Ja? Oh, zijn telefoon. Nee. Moet je de bisschop hebben dan? Moet je de bisschop hebben? Ja, kan. Oké, ja wel jongen, dat ken ik. Geef hem even door. Daar ze de telefoon even door. Bisschop! Hallo? Nee, de bisschop. Meneer Muskop? Ja. Wilde nog iemand een stukje van Nico Boer? Hallo? Ik niet, maar... Goedenavond, deze hoek Muxus. Ja? U spreekt met Bouwman en Klint van IJssel. De buurt van Rotterdam. Ik wou u danken voor uw acties die u voert. Ik heb vannacht uw kerstdienst gehoord. Ah ja. En ik ben zelf protestant. Ah ja. Nederlands Hervormd, maar zo'n preek heb ik nog nooit gehoord met kerstmis. Ja. Geweldig. Ik ben zelf al jaren bezig persoonlijk met het schrijven van ingezonde stukken over de armoede in Nederland. Ja. En ik heb 5 jaar geleden deelgenomen aan een actie van de arme kant van Nederland. Ja, goed zo. In Den Haag. Ja, ik ben benieuwd wat die kleine mensen straks gaat. Wat er ook gebeurt, VELDPOST moet door! Soos! VELDPOST moet door. Je moet niet zo vergrijpen voor de uitzending. En dat drama. Vind je niet? Waarom moet dat nou doorgaan? Ja, een beetje positieve dingen op VELDPOST. Ja, een beetje positieve dingen, ja. En niet dat armoede, gelul en moord en huur. We gaan een lekkere vrolijke VELDPOST maken. We gaan zo dansen, muziek! Ja, muziek! Lekker uit het dak! Oh, een feestje bouwen. We gaan lekker van ons soos genieten, weet ik niet. Waarom was het dus kwaad? Ja, ik had het niet. Naar de wie? Ja, dan komt het niet. Naar hoe? Die gekke bal niet dus? Nee. Maar wat er ook gebeurt, VELDPOST moet door. Ook volgend jaar in 97. Nou, ver toch? Wanneer? In januari? Het liefst wel. Het liefst wel. Hij moet door. Kok voor aap. Aparte anti-armoede. Ik hou van politiek. Dat kan. Ik ken Nederland niet. Politiek. Kok voor aap. Ja, nee, kijk, die weten niet wat armoede is. Wim Kok moet leren wat armoede is. Ja, nou ja, laat u eens een mandje bij ons mee draaien, hè? Goed idee. Hierbij nodig ik Wim Kok uit om bij mij te komen logeren. Ja, maar ik ben echt van je schiet. Die wordt er buiten laten, hè, Poppy Obi? Die was vanmorgen ook op tv. Ja, maar hij mag niet te veel doen, want hij is niet zo erg goed lekker, geloof ik. Nee, er stond in het Hollands gelukkig nieuwjaar voor de pet. Gelukkig nieuwjaar, dank voor de blommers. Er staat hij daar. Werk bij de zeus, die is asociaal. Hij mag wel af en toe geen kous worden. Die is gewoon echt op mijn munt, hoor. Dat is gewoon een grove kant. Deze lekker vandaag. Laska, komt hij lekker? Ja, echt gebeurd. Ja, smaakt er dan meer of niet? Ik had hem nog gehad. Vraag me of je de rest mee mag nemen. Ja, maar met. Ik heb een taxi meegenomen. Wij wouden eerst een zakje nemen voor de mond. Ja, nee, dat is een mooie. Zeg van de... Nou, nee, ze blitsen mij. Nou, ze hebben niet alleen huis. Nee, ja, uiteraard. Wat er dus in mijn schuurtje staat, dat gaat voor een habbekratsie gaat het naar de kleine portemonnee. En er zijn dus personen die dus bij mij komen halen, zoals die dus van de rommelmarkten en kofferbakmarkten, die komen er bij mij ophalen. En die nemen het weer mee en die verkopen het weer. Hey, maar, en doe je dat alleen of zijn er meerdere die jou zeg maar nou, ik weet niet of je de ene uit de laatste uitzending gezien hebt, maar nou, daar was ik dus met mijn collega. En die is dus de persoon die dus het kopen eruit haalt en andere dingen. En ik ben dus echt voor de spul. Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik vind het gewoon fantastisch dat je een beetje eigen taal aan in een of andere vraag niet. De laatste keer rijdt hij was zondag. Alsjeblieft. Die vroeg toch om een druif, dan krijgen hem. Niet zeuren. Nou, kijk. Ze zijn milieubewust gekweekt en onbespoten. Dus je kunt ze zo eten. Shit, even een spreekje. Milieu- en natuurvriendelijk gaat ook voor het riool. Dus pothouders op riool. Zo kieskeurig hoor. Ja, dat moet geen asje meer. Nou ja, asjes zit op de onderkant. Ja, ik ook ben er op toiletten. Milieu toiletten. We vooral naar televisie kijken en dergelijke. Anders heb je geen eten. Nee, dus als je de deur dicht en dan blijft het ook even buiten. Nou, en daarom is het, hoe erg het soms ook is met mensen met het ook. Dan zit je daar wel en dan denk je, ja, moet er toch nog een keer naartoe. Anders iets is wat je echt niet lekker zit. Ja, nee, dat is ook. Maar ja, als het geld komt, dan... Die hoeft het. Ja, dat is wel over. Ja, mag je liever de bond in dan dat ze je meehelpen? Ja, daar ben ik met je eens. Jongen, nou, ik zou er echt wel wat van zeggen. Alleen, ik ben dus op een gegeven moment naar die klas waar ze zat, ben ik dus naar school gegaan. Ja. Heb ik de spullen meegenomen. Ja. En ik heb daar dus de klas uitgelegd wat ik dus uit de bak haal en wat ik doe. Ja, mensen die aan tafel zitten. Nou, en daar hadden ze dus begrip voor. En toen rezen de vragen de pan uit en door. Nou, u heeft nou nooit bij mij thuis gekeken. Kijk, het is zo. Ik krijg ook van een uitkering. Ja. Dat wel. Ja, maar dat hebben we geld uitgebruikt. Schrijven met jullie.